Ja, de dag van het waarheid dat de korting terug aanwezig is. Ja, de mensen kunnen terug vanaf vandaag wat goedkoper komen tanken hier in België. Het is een heel groot verschil natuurlijk voor de Nederlandse klanten. Ja, we zijn ook vlak hier aan de grens. Ja, je komt hier af, eerst wat je ziet is onze station. En ze zullen wel hier ook wat vlotter op aanrijden natuurlijk. Hè. Wat we verwachten, we zullen toch vandaag toch een heel grote drukte verwachten. Zoals de meeste dagen wanneer er een grote korting aankomt. Natuurlijk, deze is ook heel vroeg aangekondigd. En als je gaat kijken in Nederland wat de beslissing daar is genomen, ja, de mensen kijken er zeker naar uit. Wij zijn al van gisteren goed voorbereid. Er zijn al voorbereidingswerken gedaan, zeker met onze tankwagens, dat wij genoeg of tijdig worden beleverd. Zij hebben ook natuurlijk extra mannen bij ingepland, zodat we het kunnen bijhouden. En ja, wij ook natuurlijk in het station. We zullen zeker vandaag met 9 aanwezig zijn. 2 voor de trein en de rest voor in de shop natuurlijk, zodat de klanten ook sneller worden geholpen. Kijk, als je in Nederland denkt, ja, dan ben je 100 euro kwijt. Hè? Hier ben ik er dan maar 60, 70 kwijt. Hè? Dat scheelt toch wel een aardig centje, op een hele tank. Waar komt u vandaan? Als van Kerkrade. U rijdt dus vanuit Kerkrade naar Maasmechelen. Ja. Loont dat nog? Ja, zeer zeker als je een volle tank denkt wel. Kijk, als je voor 30 liter komt natuurlijk niet, hè? Dan loont het dan niet. Want je moet rekenen dat je toch een euro 6, 7 van rijdt op en neer. Hè? U zit naast de Duitse grens, Kerkrade. Ja, maar in Duitsland kost de benzine op het moment 2,03 euro. En hier kost hij 1,78. Ja, mevrouw, u bent er vroeg bij vandaag. Ja, dat klopt. Wij zijn op doorreis. Wij gaan richting Utrecht, dus dan tanken we even de tank vol. Ja, de accijns gaan hier omlaag. Hele goede prijs. Dus is nog eens leuk om te tanken. Ja, bij ons is het echt 2,24, hier 1,77. En dan zitten we nog met 2,24 gunstig. Ja, ik denk voordat de drukte komt, dan... Voordat het op is? Ja, precies. Ook door. Waar komt u vandaan, meneer? Uit de Gleen. Gleen? Ja. En u dacht van, ik ga vandaag toch even mijn autootje volgooien? Ja, ik denk even... Wat benzine erbij gooien is goedkoper als in Nederland. Dus, Wat scheelt het ongeveer, weet u dat? Nou, toch een 55 cent, denk ik. Per liter? Per liter, dus. Ik kom uit Heerlen. Uit Heerlen? Ja. En loopt dat om naar Maasmechelen te rijden? Ja, we moeten naar het westen, dus ik heb de route erop aangepast. Dus ja, maar dat loont wel inderdaad. Dat scheelt, even kijken, 50 cent per liter. Thank you.